Dankjewel voor de aankondiging. Ik ben Katrien Luijks en ik vind het een eer om het spel Intiem bij jullie te mogen introduceren. Tenminste, ik mag de context introduceren. Het is een spel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en dat wetenschappelijk onderzoek kwam weer uit een vraag uit de praktijk. De achtergrond daarvan, Academisch Werkplaats Ouderen, is een samenwerkingsverband tussen Transo en 10 organisaties in de ouderenzorg. Academische Werkplaats hoef ik gelukkig niet meer uit te leggen. Binnen de Academische Werkplaats Ouderen gaan wij samen met de 10 organisaties voor wetenschap in de praktijk voor mensgerichte ouderenzorg. Mensgerichte ouderenzorg houdt in dat ouderen ook hun leven moeten kunnen blijven leiden, ook als zij zorg van anderen nodig hebben. Dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk is dat nog best lastig vorm te geven, zeker als mensen zorg nodig hebben. Met ons onderzoek willen we daaraan bijdragen, daarom bestuderen we altijd het perspectief van de ouderen zelf. En daarom is het ook ontzettend belangrijk om die vertaalslag terug naar de praktijk te doen. Want als wij weten als wetenschappers wat er onder ouderen leeft, wil dat nog niet zeggen dat er op de werkvloer natuurlijk ook echt iets verandert. En dat willen we juist wel bewerkstelligen. Daarom maken we altijd een vertaalslag samen met ouderen, met zorgprofessionals, om te zorgen dat die kennis weer terug naar de praktijk komt. Dat is ook te zien in de cirkel die u ziet. De vraag komt uit de praktijk, vervolgens doen we promotieonderzoek, investeren we in het vertalen van die kennis naar een praktijkproduct, vervolgens komt de implementatie en die implementatie kan natuurlijk ook weer leiden tot vervolgonderzoek. Het spel Intiem, wat vandaag centraal staat, is al eigenlijk die 4 stappen doorlopen en daarom presenteren we het ook graag aan u, delen we het met u. En ik heb dat niet zelf verzonnen, want ik ben wetenschapper, ik ben gewoon onderzoeker. Werk wel veel samen met de zorgpraktijk, maar ik ben heel blij dat Tineke Roelofs met dit onderwerp aankwam. En ik geef haar daarom graag het woord. Ja, dankjewel, Katrien. Ik ben dus inderdaad Tineke Roelofs. Ik werk als GZ-psycholoog bij wat tegenwoordig mij zo heet. Maar toen ik ooit startte met dit idee, heetten we nog Schakelring. Ik werkte daar als psycholoog. Ik kwam daar in 2012 en het begon me langzaam op te vallen dat ik steeds meer vragen kreeg rondom intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie. Mijn onderzoek gaat ook eigenlijk altijd heel specifiek gegaan over psychogeriatrische cliënten, zoals we dat noemen. Dus mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen. Die vragen die ik kreeg van de zorg over intimiteit en seksualiteit waren altijd best wel op een bijzondere manier werden ze aan mij gesteld. Het was duidelijk dat het echt een taboe was en dat ze het ook echt wel heel lastig vonden wat ze ermee aan moesten. Het verbaasde me zo, omdat we in het verpleeghuis eigenlijk alles heel makkelijk met elkaar bespreken over cliënten, de meest intieme dingen. Maar dus op het moment dat het over intimiteit of seksualiteit ging, werd het dan ineens een taboe onderwerp en heel lastig om het daar met elkaar over te hebben. Ik heb toen de kans gekregen om onder leiding en onder begeleiding van Katrien en Petri Embrechts een promotieonderzoek te starten met dit thema. Dus intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen. En uit dat onderzoek is een proefschrift gekomen uiteindelijk, met 5 internationale publicaties. Maar toen was ik er natuurlijk nog niet. Gelukkig was er vanuit Schakelring ook de mogelijkheid om een Nederlandstalige, publieksvriendelijke samenvatting te maken. Iets wat in veel promotieonderzoek eigenlijk al geen ruimte meer voor is. Maar goed, ja, dan heb je nog een keer een boekje, dan in het Nederlands en leesbaar. Maar goed, welke verzorgende, wie gaat dat lezen? Dus we moesten verder. De Academische Werkplaats heeft een heel mooi valorisatieteam gekregen in de afgelopen jaren. En die hebben enorm geholpen bij het in de praktijk brengen van de resultaten van mijn proefschrift. Want ik denk dat het vandaag al wat eerder benoemd is, echt niet zo eenvoudig om de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek echt daadwerkelijk in de praktijk te laten landen. Dat heeft echt een heel aantal creatieve vertalingsslagen nodig. In oktober 2019 heeft er een inspiratiedag plaatsgevonden. En tijdens die inspiratiedag zijn we eigenlijk samen met zorgprofessionals op zoek gegaan naar de belangrijkste resultaten uit het proefschrift. Die gingen over intimiteit en seksualiteit. Hoe kunnen we die vertalen naar jullie beroepspraktijk? Wat kun je daar nou mee in je eigen werk? De winnaar van die dag was een groep verzorgenden
die het idee had om er een spel van te maken. Een spel wat zij dan in hun team, konden doen. Om niet alleen het onderwerp bespreekbaar te maken, maar ook de lastige kwesties aan de kaak te stellen. En dan met elkaar eens over te hebben van, goh, hoe vinden we dit eigenlijk? Hoe kijken we daarnaar als team? Hoe bespreek je intiem of seksueel gedrag? Hoe kun je cliënten nou goed ondersteunen om ondanks de lastige situatie die het verpleeghuis soms ook is voor intiem en seksuele beleving, dat toch te doen? Nou, hier op de tafel, ik sta daarvoor, zie je twee voorbeelden van het spel. Ik zal ze even een beetje omhoog houden, misschien ook voor de camera. Prachtig geworden. Ook nagedacht over vormgeving, over hoe de kaartjes eruit zien. Dat als je als speler met de hartjes speelt, dat soort dingen. Maar toen kwam corona en moesten we het spel dus online gaan maken. En dat gaan we vandaag zien. Naast het spel en het hele valorisatieproject is er ook een nieuw promotieonderzoek gestart. En dat is dan weer precies gericht op de medewerkers. Lieke gaat denk ik verder iets vertellen over het online spel. Zodat we het zo kunnen spelen samen. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Lieke de Jong. Ik werk als onderwijsontwikkelaar bij de academische werkplaats Ouderen van Transo. En samen met mijn collega's medewerker communicatie en medewerker implementatie hebben wij inderdaad gekeken hoe kunnen we nou zo'n fysiek spel, wat mooi is geworden, maar waarvan het onderwijs meteen in coronatijd zei, ja, leuk, maar we kunnen niet meer bij elkaar komen. Hoe kunnen we dat vertalen naar een online spel? En toen zijn we op zoek gegaan naar een game designer, iemand die veel weet van serious gaming, daar goed in thuis is. En we zijn samen met de doelgroep, en de doelgroep zijn zorgprofessionals, studenten van mbo's en hbo's, maar ook docent, omdat zij het graag in hun les willen gaan gebruiken, van start gegaan met twee gamestorms. Dat is dan eigenlijk een brainstorm waarin je gaat brainstormen over, nou, wat moet er in dat spel zitten, welke elementen uit het fysieke spel willen we meenemen, hoe moet het er dan online uitzien, waar liggen de behoeftes, hoe digitaal vaardig is iedereen. Op basis van die twee sessies is de game designer samen met ons tot een plan gekomen, heeft hij een ontwerp gemaakt en dat zijn we gaan testen. Weer met de doelgroep, dus weer met zorgprofessionals, studenten en docenten. En daar zaten zowel mensen in die het mee bedacht hadden, maar ook mensen die er nog helemaal niks van wisten, zodat we ook konden testen, hey, als je nog niks van het onderwerp weet, je hebt dit niet besloten hoe het eruit moet zien, lukt het dan om het spel te spelen? Is het gebruiksvriendelijk? Mis je nog zaken? Ook daar hebben we een aantal testsessies van gehad, kwam weer feedback op, dingen aangepast. En tot slot hebben we gevraagd aan medewerkers uit organisaties, test het eens in je eigen team of met een aantal collega's. Werkt het? En heb je nu nog op- of aanmerkingen? Nou, zo hadden we een aantal testrondes gehad. Uiteindelijk kwam daar een definitieve versie uit. En dat is het digitale spel Intiem geworden. Een spel wat je via een website kan bezoeken. En als het goed is, gaan we nu naar intiemonline.nl. Het idee is, jullie zien de voorkant van een woonzorgcentrum, woonzorgcentrum Camelia, en dat woonzorgcentrum kun je bezoeken. Dus elke speler zit thuis achter zijn computer of laptop. Spelers staan via Teams of Zoom met elkaar in gesprek, dus ze moeten wel interactie kunnen hebben en ondertussen staat het scherm open. En als zij op start game drukken of start spel, komen zij in het woonzorgcentrum. Nu ziet u de buitenkant. Het centrum is vrij donker, de omgeving is donker en het idee is dat mensen door interactie te hebben over verschillende vragen en stellingen hartjes kunnen verdienen en met die hartjes kunnen zij de lucht klaren. Oftewel, zij kunnen elementen in het spel licht maken. Dus de lucht wordt blauw, je gaat vogeltjes zien, de bomen komen in bloei. Om, nou, echt met een knipoog naar de lucht klaren rondom dit thema. Als je het woonzorgcentrum ingaat, dankjewel, dan zie je de binnenkant met allerlei kamers en ruimtes. En deelnemers kunnen door op een ruimte te klikken, dan verschijnen er drie kaartjes, die bestaan uit drie verschillende thema's, kunnen zij een kaartje kiezen en die vraag met elkaar bespreken. Nou, dat willen we natuurlijk heel graag vandaag met jullie oefenen, om te kijken wat jullie ervaring daarmee is en of dit werkt. Dus ik wil vragen of we kunnen klikken op kamer 104... Je mag gewoon meedoen op het scherm. Ja. Ja. En jammer.
3 categorieën en we gaan bij deze kamer voor de categorie Wat vind jij? Wel belangrijk om te vermelden, de categorieën en de kaartjes die jullie in het digitale spel zien, zijn hetzelfde als in het fysieke spel. En dan staat er, een partner van een bewoner moet altijd kunnen blijven slapen. Dus een partner van een bewoner in het verpleeghuis moet altijd kunnen blijven slapen. Wie vindt daar iets van? Ja, precies. Wie vindt daar iets van? Ja. Nou, In, je vindt daar iets van. Ja, wil je het zeggen, dan echo ik het naar de livestream. Oh, ja. 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 Oh, ja. Ja. In, wat... Ja, als die bewoner dat ook goed vindt, zegt Ian. Je moet je voorstellen, een verpleeghuis voor mensen met dementie ziet er vaak uit als één gezamenlijke woonkamer met een x-aantal slaapkamers van mensen. En er is een permanente nachtdienst aanwezig. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat jullie meteen zeggen ja. En in een team dat soms gezegd wordt, ja, maar die nachtdienst dan, stel dat die partner dan uit die kamer komt en die is misschien niet helemaal aangekleed. Ja, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Of stel die partner, die moet 's nachts heel veel naar de wc en de aanpalige kamer heeft daar last van. Hoe gaan we dat dan oplossen? Of mensen uit de zorg misschien aanwezig die zich daarin herkennen? Die zijn er niet. Ja, nou, jawel, jawel. Ik zie oh, jawel, daar. Ik zie het. Ja. Ah, ja. Ja, mooi. Je zegt dat je werkt in het ziekenhuis, op de afdeling geriatrie. Ja, ik moet het even herhalen, ook voor de mensen thuis. Hè. Dat je werkt op de afdeling geriatrie. En dat er wel eens mensen met dementie worden opgenomen waar de partner echt blijft slapen, omdat ze dat heel veel rust kan geven. Ja, zeker. Mooi. Heel mooi. Ja, ik heb me gelijk zorgen over vasten van in de kamer en extra bed erbij. En dat je die mensen dan ook nog tijd aanbieden. Ja, maar dat zijn, dat zijn echt hele goede vragen. Ze zegt van, ik maak me meteen zorgen, want past een extra bed eigenlijk wel in die kamer? En ja, moet je die mensen eigenlijk 's ochtends een ontbijt aanbieden? En misschien wel wat dan? En... is dat dan ook is dat op kosten van het verpleeghuis bijvoorbeeld? Ja, hele terechte vragen. Ja, mooi. Dat zijn inderdaad de vragen die we dan in de praktijk wel horen, inderdaad. Ja, zeker. Ja, ja hier. Ja, tuurlijk. Want ik ga ervan uit dat het mensen zijn, dus die partners, dat die gezond zijn en gezonde beslissingen kunnen nemen. Hè? Ja, vaak wel, ja. Dan gaat het toch ook over, hebben we vertrouwen in die mensen... Of zij dat, want ik snap al die praktische bezwaren aan, maar of zij dat ook zelf mee kunnen oplossen. Hè? Dus het is meteen om te gaan denken, wat moeten we dan nog allemaal meer gaan regelen? Ja, precies. Ja, ja, dat wij heel erg hulpverlener zijn, bedoel je. Ja, 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 nee, zeker, mooi. Ja. Wat je zegt is... Ja, wil jij het even? Ja, nee, doe maar. Oh, wat je zegt is dat het je opvalt dat er meteen wordt gedacht in praktische bezwaren. En dat partners van mensen met dementie eigenlijk gewoon prima mensen zijn die ook daarover zelf zouden kunnen meedenken. Ja, mooi. Mooi. Hier was ook nog een vraag voor opmerking. Oh, ja. Ja. Moet je het niet anders benaderen? Mag ik het voorbeeld zo zeggen? Stel dat mijn partner thuis woont, dementeert. Dan vraag ik aan de organisatie, kom mij helpen. Dat zal eerst thuiszorg zijn. Daarna komt misschien de opname bij u in de instelling. Ik heb niet aan u gevraagd, kan ik geen contact meer met haar hebben? Ik heb u gevraagd, kom mij helpen. Dus als ik bij mijn partner wil zijn, is denk ik, ervan uitgaande dat mijn insteek goed is, dat ik gewoon bij mijn partner kan blijven. Je moet wel van de cliënt uitdenken, niet van de organisatie. Het laat zich moeilijk samenvatten, denk ik. Dat is een hele uitdaging. Maar volgens mij komt het erop neer dat je zegt, we moeten één stapje terug doen en uitgaan van de wens van de partner. En nou, help me even. Als je uitgaat van het cliëntsysteem en de regie bij het cliëntsysteem hebt, dan zal de organisatie moeten meebewegen. Ja, dus als je de regie bij het cliëntsysteem hebt, dan zal de organisatie moeten meebewegen. En dat is eigenlijk de vraag die erachter gaat, moeten we dat doen? Ja. Ja, daarna nog een vraag of opmerking. Maar ga alvast hierop in, zou ik zeggen. Nou,
natuurlijk niet per se inhoudelijk, maar je merkt dat zo'n vraag van alles bij iedereen oproept. En dat is precies het doel van Intiem. Want in een verzorgend team hoop ik dan dat al deze geluiden ook naar voren komen, hè? Dus zowel de praktische bezwaren als dit soort ethische thema's, waarbij je dus eigenlijk de boel omdraait, hè, dat hoop je dat een team dat zelf ook met elkaar zo gaat bespreken en misschien wel tot de conclusie komt, ja, waarom kan dat eigenlijk? Of waarom denken we eigenlijk zo? Hè, dat je echt met een team ook een proces doorgaat. Hier is ook nog een vraag. Ja, voor laatste, ja. Het antwoord daarop is volgens mij niet zwart-wit. Het is maatwerk. Ik ben 16 jaar voorzitter geweest van cliëntenraad, van centrale cliëntenraad. Nogmaals, het is niet eenduidig, het is maatwerk, maar ik heb ook geconstateerd, en dat bleek ook een beetje in die vraagstelling, er worden ook veel problemen en vragen opgeroepen die er in feite niet zijn. De praktijk lost zich goed op als die armen niet er is. Dat is mijn ervaring na die vele jaren dat ik veel contact heb gehad. Deze meneer zegt op basis van jarenlange ervaring is maatwerk veel vaker in de praktijk voorkomend dan zwart-wit. En hij geeft ook aan dat veel situaties in de praktijk die lossen zichzelf op. Vat ik het zo goed samen? Ja, problemen. Problemen. Ja, problemen worden opgeroepen, wordt hier gezegd. Mooi, hele mooie aanvulling. Hele mooie aanvulling. Ik denk inderdaad dat als een team met dit soort casuïstiek dan aan de gang gaat, misschien hebben ze het een keer aan de hand gehad, misschien is het wel nog nooit besproken in een team, dan is het natuurlijk juist heel goed dat ze het er een keer met elkaar over hebben. Dat ze een keer nadenken van, oh ja, waarom wel, waarom niet, wat zouden we moeten regelen om het wel voor elkaar te krijgen. Laten we naar het volgende kaartje gaan. We gaan naar het volgende kaartje. Ja. Dan gaan we naar de recreatiezaal. En dan gaan we voor het kaartje, wat zou jij doen? En nog inderdaad een mooie aanvulling, ik vind het heel mooi, al die reacties. Dat is ook de bedoeling, inderdaad, wat Tineke zei van het spel, dat je met elkaar in gesprek gaat. En niet alleen dat het daarbij blijft, maar dat je aan de hand van die uitkomst ook acties kan uitzetten in je team. Van, nou, daar gaan we mee aan de slag. Of dit loopt misschien nog niet helemaal zoals wij of de bewoner en of de bewoner zou willen. Daar gaan we gericht mee bezig. Een bewoner trekt zijn kleren uit in de gezamenlijke woonkamer. Wat zou jij doen? Stel, je bent zorgprofessional en in de gezamenlijke woonkamer gaat iemand zich uitkleden. Rustig blijven. Ik hoor iemand zeggen, rustig blijven. Altijd een goed idee. Geen paniek. Fantastisch. Rustig blijven. Nou, dat is altijd een heel goede tip. Rustig blijven. Ja, ik zie daar een vinger. Oké, ja. Kijken, even niets doen, even kijken hoe andere mensen reageren. Ja, ook mooi. Ja, ik hoor daar iemand zeggen, komt u maar even mee. Jawel, jawel. Ja, u bent ook lid van het team. Ja, komt u maar even mee, dan gaan we weer even aankleden. Ja, heel goed. Het gebeurt wel eens, ja, het gebeurt wel eens. Een deken geven voor als iemand het koud krijgt. Ook een hele mooie interventie. Ja, mooi, mooi. Je gaat eigenlijk op zoek naar de reden van het gedrag, hè? Dus je gaat kijken van of je een oorzaak kan vinden. Van, heeft iemand het misschien juist heel erg warm? Denkt iemand dat hij op de wc is? Denkt iemand dat hij bijvoorbeeld naar bed gaat? Of zich... Nee, nee. Terwijl soms kan het wel voor verzorgenden in eerste instantie het idee, een bloot iemand in een gezamenlijke ruimte. Hè? Ja, mooi. Nou, ja, dat, ja. Iemand is niet meteen bloot, mooi, wordt hier gezegd. Ja, mooi, ja, mooi. Nou, je moet het, ja, dat is helemaal waar, dat is helemaal waar. Nee, ja, dat klopt zeker. Iemand is niet meteen bloot. Het is echter wel zo dat soms verzorging even een tijdje uit de woonkamer is. Je komt terug. Ja, dan is het wel... Is het ook in de film van de beentjes van Sint-Hilbert? Ja, precies. Ja, ja.
Nou, volgens mij werkt het. De discussie wordt op gang gebracht. Dat is ook de bedoeling in een team. En dan kun je je voorstellen, die mensen zitten gewoon allemaal in dezelfde situatie en begrijpen heel goed wat er gebeurt. Ik merk hier dat het af en toe best wel ver van je bed is, een verpleeghuis. Ik hoop dat we hebben kunnen laten zien dat het heel mooi is om van praktijk naar wetenschap, weer naar praktijk en weer terug naar de wetenschap te gaan. Dat je dat met creatieve werkvormen, creatieve vormen zoals een spel kunt doen. Denk je niet gelijk bij de universiteit dat we een spel opleveren. Maar dat doen we dus wel. Op onze website mensgerichteouderenzorg.nl. Vertel. Ah ja. Ja. Ja, daar kan ik misschien wel iets over zeggen, want we hadden 20 minuten en we wilden jullie zoveel mogelijk het spel laten zien. Maar je moet het wel zo zien. Ik ben in 2013 begonnen met promoveren en het spel is van dit jaar. Hè. Dus je ziet dat het echt 7 jaar de tijd heeft gekost voor een onderzoek tot aan het spel te komen. De relatie van de onderzoeksresultaten met de kaartjes is eigenlijk dat we hebben interviews gedaan met cliënten en hun partners. En we hebben ook onderzoek gedaan bij zorgmedewerkers. Daar is heel veel data uitgekomen die we eigenlijk veel hebben kunnen verwerken in verschillende kaartjes. En we hebben ook gedurende die inspiratiedag heel veel informatie van de zorgmedewerkers kunnen ophalen. Om ook de relevante thema's en de relevante discussie te kunnen op de kaartjes te kunnen zetten. Dus, en plus dat op de inspiratiedag was jouw proefschrift eigenlijk de input. Hè? Daar hebben we zorgmedewerkers uitgenodigd. Goh, als je dit weet, wat heb je dan nodig? En zij kwamen ermee, onder andere een spel om dat in dat team te bespreken en daardoor gewoon individueel ook sterker daarin te staan. Want dat is natuurlijk in de verpleeghuiszorg, dat je heel vaak individueel tegen dit soort situaties aanloopt. Ja. En nu hebben we 2 vrij simpele vragen laten zien. Er zitten ook casuïstieken in, die echt uit de praktijk komen en uit het onderzoek, die daar wel dieper op ingaan. En ook blanke kaartjes in de doos, omdat wij ook terugkregen uit de praktijk. Het is fijn als we ook onze eigen vragen en casuïstieken aan het spel kunnen toevoegen, dat het echt op maat is. Ja. Het heeft dus heel wat ik straks ook zei, om te komen van wetenschappelijke resultaten naar iets wat echt bruikbaar is in de praktijk, heb je wel echt een aantal vertalingsslagen, zal ik maar zeggen, nodig. Dat merk je dan, ja. Bedankt. Mooi, ja. Wordt nog gezegd voor de mensen thuis dat kleinschaligheid de oplossing kan zijn voor dit soort problemen en dat het dan een stuk makkelijker is om daarop in te spelen. Waarvoor dank. Ik denk ook dat jullie mooi hebben kunnen demonstreren hoe het werkt en dat we nieuwsgierig zijn naar meer en dat als ik niet zou ingrijpen, dat we dan hier nog heel lang over door kunnen praten. Ja. Dus dat ga ik wel doen. Dankjewel Lieke, dankjewel ook Katrien en dankjewel Tineke voor deze toelichting. Jawel. Graag gedaan.